Het is eigenlijk etenstijd en we zijn nu cupcakes aan het bakken. Ik heb nu 10 minuten pauze en dan ga ik dus een kleur kiezen. In plaats van dat ik even ga eten. Zaterdagochtend, 10 uur. 5 minuten later. Ik lag er echt even af. 3 dagen hoge koorts. Keelpijn, alles zat dicht. Het is eigenlijk etenstijd en we zijn nu cupcakes aan het bakken. Ja. Het is heel gezond. We hebben per ongeluk alles door elkaar gedaan, want het zijn naturel cupcakes en chocoladecupcakes. Maar het is leuk, want het is lekker. Ja. I hope so. Wat moeten we nu doen? Dit mag erdoor. Helemaal? Yes, girl. Het lijkt op modder. Ja. Is dit genoeg of moet eigenlijk toch nog iets meer? Nee, dat is het. En nu gaat hij naar beneden. Mag ik hem op de stand zetten? Ja, op de middelste. Olivier mag het doen. Olivier mag het doen. De middelste. Wow. Wat is dit toch? Ja. Het is modder. Dit is modder. Dit is een modder. Even jij? Oh, lekker. Ik ga winnen. Ik ga winnen. Ik heb het op. Dit. Oké, dan zijn we weer bij de babykamer. De muren zijn dus die kleur. En dit is wat lichter grijs. Er staat nog een schilderij van mij, maar die gaat naar mijn broertje en zijn vriendin. En nu moet ik even denken, want ik wil dit niet wit houden. Dit is hier bij Olivier, de commode van Olivier en Filijn. Met een ander kleurtje. En het bedje. Dus het moet een van deze 4 kleuren worden. Die linker vind ik eigenlijk, weet je wat ik even doe? Ik zet dat even op de commode. Ik heb nu 10 minuten pauze en dan ga ik dus een kleur kiezen. In plaats van dat ik even ga eten of zo. Oh, nu zie je het al veel beter. Ja, die linker vind ik, nee, vind ik echt, die vind ik te donker. Dit vind ik dan weer, vind ik ook niet echt passen. Het wordt te koel. Dus het moet een van die 2 rechte kleuren worden. Ik zeg dat ik nu geen tijd heb om te eten, maar ik ben de hele dag aan het eten. Ik neig eigenlijk naar die rechter. Ook in combinatie met die muur, want hij komt ook hier tegenaan te staan. Ja. Zaterdagochtend, 10 uur. Gym City. Vijf minuten later. Dus kunnen jullie bij me roepen dat ik ook even mijn schoenen moet aandoen? Ja. En mijn jas. En jullie jas? Ja. We werden 2 dagen terug. 'S avonds kreeg ik een beetje keelpijn. Ik deed de volgende ochtend zelftest en die was negatief. Maar dezelfde dag deed ik nog een keer test en die was positief. En de GGD-test ook positief. Ik lag er wel even af. Maar deze variant is gelukkig wel iets minder dan toen ik ziek was in juli. Alsnog, nul energie, koppijn. Verloskundige gebeld, die zei dat ik moet vooral de koorts laag houden. En mama is lekker stom mandarijn aan het schillen. Dat moeten wij eten. Een sinaasappels. Oeh, lekker sinaasappel. Wil je een stukje? Ja. Hé, maar Filijn, heb jij nu betaald? Ja. We hebben thuis besteld, maar ik had al betaald met Ideal. Alleen ik had Filijn een euro gegeven. En die heeft ze aan die jongen gegeven, of aan het meisje. Dus dat is dan de fooi. Oké, het eten is er, jongens. Die zegt alleen het. Wat is eten? Papa is nog naar tv aan het kijken. Nou, ben ik weer even in beeld.
Dit is toch 4 van de quarantaine inmiddels. Ik lag er echt even af. 3 dagen hoge koorts. Keelpijn, alles zat dicht. Kinderen waren gisteren natuurlijk ook nog thuis, want hun juf was ziek. Positief getest en geen vervanger op zo'n korte termijn, wat ik ook snap. Nick is ook positief, maar die heeft dus echt amper ergens last van. Maar het schijnt dus bij een zwangere dat het wel wat heftiger is. Nou, ik ben dan blij dat ik wel weer een beetje terug ben. Ik was gistermiddag gaan werken, maar ik merkte wel dat ik daarna helemaal kapot was. Dus toen deze dag, ik dacht ook, weet je, even goed uitzieken. Nog even rustig aan. Het weekend hoop ik toch nog wat even een babykamer te kunnen doen. Dingen vast uitzoeken. Ik heb het zo raar. Dat is dan nummer 3. Ik bedoel, de babykamer. Ik ben nu 33 weken. Ja, 33 weken. Maar ik zat echt te denken, ik heb nog helemaal niks gekocht. Ja, of amper iets gekocht. Ik kan het wel even laten zien. En ik heb boven nog rompertjes en zo. Maar ik moet even in kaart gaan brengen wat we nog allemaal moeten gaan doen. Ik ga even de progress van de babykamer laten zien. Dat vind ik wel leuk. Elke keer een beetje meer. Nou, kijk eens aan. Hij was dus... De commode was wit. Ja, je ziet het niet heel goed dat het dus niet wit is. Nu zie je het verschil wel. Nee, ik moet het nog even schoonmaken. Maar nu zie je wel dat het echt grijs is. En de handvaten, die hebben we goud gespoten. Ik vond dat zilver toch wel een beetje... Ik wilde gewoon even een keer wat anders. Een babynetje had ik gekocht. Had ik bij Filijn niet. Maar het is zo handig. Deze is eigenlijk van Filijn, maar die wil ze niet aan. Dus ik dacht, voor deze baby. Nou, deze wil ik ergens ophangen. Heb ik met Nick gekocht toen we in oktober in Sevilla waren. H&M hangertje. Deze heb ik van mijn schoonzusje gekregen. Deze hingen op de kamer van Olivier. Ik weet nog niet, ze zijn een beetje stuk of ik ze wil ophangen. Maar ik zie het wel. Olivier vond ze eng. Gezellige olifantjes. Oh ja, ik heb bij de Hema manen gekocht. 2 halve manen. Kijk, het is nog helemaal niks, toch? Echt amper kleding nog. En hier liggen wat mutsjes en wat knuffeltjes. En ik heb dus nog heel veel van... Oh ja, en deze fantastische deken van Archive Store. Heb ik ook in de sale gekocht. En verder heb ik dus gewoon... Ja, ik heb boven op de slaapkamer nog... of op zolder... Nog heel veel liggen. Maar... Moet ik dus echt even gaan uitzoeken. Babywatje hadden we ook niet meer... Dus deze even via Marktplaats van de overkant. Voor een tientje. En je bent niet bang. Maar en je strekt. En je doet een dansje. Maak een cirkel heel mooi rond. Stamp met je voeten op de grond. Want als een grote olifant maak jezelf lang. En je bent niet bang. Zaterdagavond. We gaan eerst even eten, pizza en dan gaan we een filmpje kijken en daarna gaan we lekker slapen. Ja. En nog cola drinken. En cola drinken. Ik ben gelukkig echt helemaal opgeknapt. We gaan nu lekker tv kijken, lekker pizza op de bank. Tot de volgende keer!